Komt de man in een tentje en bestelt de koffie. Nou, die bediende pakt de koffie en zet hem op tafel, mag het iets te hard, dus hij knoeit. En dan zegt hij al aan zichzelf van, dat is 1,10 euro. Die man denkt, wat een asociaal. Hij pakt 11 muntjes, smijt ze op de grond, hij zegt, alsjeblieft. De bediende is kwaad. Nou, hij die door de hele tent oprapen. En hij denkt, wat een klote kerel, ik krijg hem niet terug te pakken, weet je. Volgende dag precies hetzelfde. Die man pakt die koffie aan, smijt 11 dubbeltjes op de grond. En die bediende maar rapen. Nou, na een paar dagen elke keer hetzelfde gedaan te hebben, denkt die man, nou, ik heb hem nu wel genoeg getraind en ik vind het goed zo. Dus hij zegt, een bak koffie. Dus die bediende loopt weer naar hem toe, 1,10 euro. Die man die denkt, nou, ik heb hem genoeg getraind. En die geeft hem 2 euro. Nou, die bediende vliegt naar die kassa, bedenkt zich geen moment. Hij pakt 18 stavers, loopt naar die man toe, smijt ze op de grond en zegt, alsjeblieft je wisselgeld. De man pakt 20 cent erbij, smijt ze op de grond en zegt, doe me nog een pot koffie.